Wel, ik sta in like skut en dan zal ik misschien op bed. Dat is basically wat ik doe. Vocal warm-ups als een zanger, je moet het doen. En net om in jouw headspace in te komen waar je net towards yourself is. En ja, dat is basically al wat ik doe. Normally wat ons doen een paar vocal warm-ups. Kijk, alle doen het in de ochtend voor ons, ik ga voor ons op stage op gaan, die ze bij Maak Befamous. Maar ons geloof had dan net om onze familie bond voor ons op die stage gaan. Zodat ons net daar wat die mensen kan zien dat ons is een familie komt van wanneer ons perform. Als een paar vocal warm-ups, ons doen altijd, het is nooit vergeten om te doen nie, om te bid van ons besef dat talent het ons heeft. Als die deel ons eie heeft gegeven, het komt van ons meester van boven. En ons wil graag dat mensen bereik zo die woesie boodschap oorbang. Zo ja, en nou en dan gooi die mannen zo'n paar poesappies. En ik maak dat. Net om die butterfly een beetje weg te krijgen. Maar ja, zo warm-up en stay focused voor ons. Om te gaan doen wat ons, en te weten wat ons gaan doen boven voor. En afhankelijk van wat is liederen ons zing, probeer ons eerst in ons mind, mentally, zodat ons die beste performance kan voorbereiden. Obviously is dat bij nerves. En ik bedoel dus, dat kan soms een beetje overwhelming wees. So, net voordat ik op stage ga, dan probeer ik niet om mezelf te kalmeren. Misschien zo een paar breathing sessions te vatten. En ja, probeer maar niet om kalm te blijven en te focussen op wat voor ligt. Wat ik personally doe om voor te bereiden, voordat ik op stage ga, is ik zit stil, krijg mezelf, mijn kop in, wat ook al ik bereid is om te doen, om alles te geven op stage. Ik bereid me net voor om al de hele tijd asem, dat is wat ik doe. So, ik krijg me net in een zone dat ik weet, hier die performance moet ik kill om naar die volgende ronde te gaan. So, dat is wat ik basically doe.